Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Teresa van Avila geboren is. En daarom ook dat de studieweek mystiek daaraan gewijd is. En ik lees u nu het gedicht Buscate en mi. Ziel, zoeken moet je jezelf in mij. En mij moet je zoeken in jezelf. Zo heeft, o ziel, de liefde jouw beeld in mij kunnen prenten. Dat geen wijs schilder met al zijn meesterschap dat beeld zou kunnen maken. Jij werd uit liefde geschapen, mooi, knap en zo diep in mijn binnenste getekend, dat als jij jezelf verliest, mijn lief, ziel, jij jezelf moet zoeken in mij. Ik weet als jij je ooit zou vinden, getekend in mijn hart, en zo naar het leven uitgebeeld, dat het je verheugen zou bij het zien van jezelf, je zo prachtig getekend te zien. En mocht je soms niet weten waar je mij zult vinden, dwaal dan niet van hier naar ginds. Maar als je mij vinden wilt, moet je mij in jezelf zoeken. Want jij bent mijn onderdak, jij bent mijn thuis en verblijf. En daarom klop ik altijd bij jou aan, wanneer ik vind in jouw gedachten de deur gesloten. Buiten jezelf hoef je mij niet te zoeken, want om mij te vinden zal het genoeg zijn mij alleen maar te roepen. Ik zal dan zonder talmen naar jou toe gaan, en mij moet je zoeken in jezelf. In dit gedicht wordt heel helder hoe wij Christus, God in onszelf moeten zoeken. En tegelijkertijd hoe wij onszelf in Hem moeten zoeken. Hij is ons leven, buiten Hem bestaan wij niet. En tegelijkertijd geeft het precies aan hoe wij de schoonheid van onszelf, de beminnenswaardigheid van onszelf ontdekken. Ontdekken als wij naar Christus kijken. Tegelijkertijd de schoonheid van Christus ontdekken als wij naar onszelf en naar de ander kijken. Kijkend naar de andere mens zie je het gelaat van Christus. De mens leeft uit God. De mens ontdekt in zijn eigen leven het leven van God. En meer is er niet. Het is precies deze ervaring die Teresa op zo'n prachtige, beeldende manier heeft uitgedrukt in dit gedicht. Die ook in de innerlijke burcht, de tekst die wij in de studieweek mystiek gaan lezen, in die innerlijke burcht laat zij dat ook op allerlei manieren zien. Een pelgrimstocht naar de kern van ons leven. De kern van ons leven is God. Wij worden binnengeleid in dat binnenste verblijf. Zijn verblijf. We worden binnengeleid in God. En zo komen wij tot leven. Zo gaan wij werkelijk leven op de manier die van Hem uit gezien ons leven is. En als je jezelf dus kwijt bent, moet je naar Christus gaan en in zijn gelaat jezelf weer ontdekken. En ontdekken wie je bent in zijn ogen. Wij zijn wie wij werkelijk zijn. Zijn wij omdat God ons tevoorschijn kijkt, omdat God ons ziet op die manier. En in Christus vind je dus het gelaat dat waarmee God naar je kijkt, waarmee God je tevoorschijn kijkt. Hij zegt dat hij ons schiep naar zijn beeld en gelijkenis. Dus ieder mens is een mysticus. Er is niet sommige mystici zoals Teresa of Jan van het Kruis of Rusbroek. Ieder mens die werkelijk beseft wie die is, die werkelijk afdaalt in die diepte van zijn eigen bestaan, die komt daar in die laag waarin je ontdekt dat je naar Gods beeld, en zoals Rusbroek zegt, toe de gelijkenis, naar die gelijkenis, je wordt steeds meer gelijkend op Hem. Wel nu, als dit zo is, en het is zo, voegt Teresa eraan toe, dan is er geen reden ons moe te maken.
met pogingen om de schoonheid van dit kasteel te vatten. We kunnen het nooit begrijpen, we kunnen het niet behappen, want die schoonheid is zo overweldigend. Terwijl mensen zoveel lijden aan dat gebrek aan zelfvertrouwen, aan dat idee dat ze niet goed genoeg zijn. Als ze zouden beseffen dat werkelijk wie ze ten diepste zijn, hoe die schoonheid van God in hen oplicht, en als we zo naar elkaar en naar onszelf zouden kunnen kijken, dan zou er iets gebeuren waardoor er werkelijk een andere wereld zou ontstaan. Want of schoon tussen het kasteel van God, tussen het kasteel en God het een verschil bestaat, dat er is tussen de schepper en het schepsel. Want het is een schepsel, de mens. Is het voldoende dat zijn majesteit zegt dat de ziel is geschapen naar zijn beeld? Om te beseffen dat wij nauwelijks naar grotere waardigheid en schoonheid vermogen te begrijpen. Zoals we zouden beseffen wie we werkelijk zijn. Dus wie we zijn in Gods ogen, dan zou ieder mens automatisch gelukkig zijn. Maar het zou ook angstig zijn. Om te gaan beseffen, dus wij zijn bang eigenlijk van wat we ten diepste zijn. We durven daar niet aan toe te geven. Eindig met het stukje tekst wat ook op de folder staat. Wat God de ziel meedeelt. In één enkel ogenblik. Is zo'n groot geheim. Zo'n verheven gunst. Zo'n diep gevoel van genot in de ziel. Dat ik niet weet waarmee het te vergelijken. Wat hij ons geeft. Hij geeft ons zichzelf. Dat is het mooiste wat we, dus dat die ontvankelijkheid laten gebeuren aan je. Ik kan alleen maar zeggen, schrijft ze dan, dat de Heer haar in dit ogenblik op een veel verhevener manier de heerlijkheid van de hemel wil openbaren. God geeft zichzelf zo dat wij daarmee de heerlijkheid van het paradijs, van de hemel ontdekken. Die in onszelf gelegen is, niet elders. Mens worden is binnentreden in de hemel. En dat is meer dan in elk visioen of elk geestelijk genot. Zodra de Heer de ziel het verblijf binnenleidt, dus dat diepste, dat meest innerlijke verblijf in jezelf, je diepste wezen, wanneer God je mens laat worden. Het centrum van de ziel zelf. En zoals de hoogste hemelen waar de Heer verblijft, niet bewegen, zo lijkt er ook niets te bewegen in de ziel, wanneer ze hier binnentreedt. Dan kom je in dat punt waar je werkelijk mag zijn. Mag zijn wie je bent. En dat is in feite wat Teresa in dat gedicht wat ik voorgelezen heb aan het begin en in deze tekst van de innerlijke burcht, zeven verblijven, het is één pelgrimstocht om te worden wie je bent. Ik hoop dat we in de studie mystiek begin juli meer tijd hebben om dat uit te werken. Dus daar wou ik het niet meer even bij laten. Ik hoop dat de derby's ondertussen binnengekomen zijn.
Spreek tot u en het raakt uw hart als
die zo'n vlinder eventjes voorbij ziet vliegen zo. Dan word je eventjes voor een moment in stilte gebracht. Zonder de kracht van het geluid, van het gezang, van het lied van de Heilige Geest, spreekt de vlinder. Of zouden we kunnen zeggen, spreekt God via de taal van de vlinder. Hoe mooi hij u bewondert. Oh. Van Gods er zijn, het onvoorwaardelijk zijn. We groeien toe naar volkomen gelijkenis met Hem door het simpele er zijn meer en meer te beleven. Wij delen in Gods er wezen. In het uiteindelijke niet weten is het contact zelf, de ander, God, alles overtreffend. Zoals het zonlicht verre mijn gezichtsvermogen overtreft, zoals de zee verre het vingerhoedje te boven gaat. Het contact voltrekt zich in feite aan mij, waardoor ik niet de afstand kan realiseren die nodig is tot kennis, tot weten, tot bevatten, tot grijpen te komen. Het mystieke niets bevordert in ons geestelijk leven een rui van de veren, van de optie. Ik word werkelijk ontdaan van alle door mijzelf aangebrachte bepalingen, ook van de bepaling bewustzijn. Jezus zegt, het is goed voor jullie dat ik heen ga, want dan komt er ruimte voor de geest. Die zal jullie onderrichten. Dit tekent de grote leraar. Jezus onttrekt zich aan ons om zo ruimte te scheppen voor groei. Hij wil geen duplicaten. Je bent bestemd voor de liefde. Ga in vrede. De mystieke weg heeft geen doel of ontdoelt zichzelf permanent, maar is niet doelloos. Want dat suggereert te veel, alle kanten tegelijk oplopen. Je loopt juist geen enkele andere kant op dan je loopt. In zekere zin loop je dus het doel. De mystieke ontzetting heeft een niet te veroorzaken bron. En die bron noem ik God of het absolute, of het onuitsprekelijke, de beminde of het geheim.
Gezien het duistere karakter van de geestelijke weg, vol illusies en zelfbegoochelingen, is een leraar nodig. Hoe kun je zonder gids het hoge berg vinden? Er zijn veel verwarringen op de geestelijke weg. De grootste verwarring is dat je eindige dingen verwart met het oneindige. Er zijn mensen die diepgaande processen meemaken met betrekking tot het absolute. En dan zo dat ze tot niets worden. Vertelt deze mystieke dood iets over het levenseinde? Mijn antwoord is bevestigend. Ik zie de mystieke dood als het eigenlijke sterven. Het fysieke sterven is hiervan een afschaduwing, al kan die buitengewoon zwaar, hard en breed zijn. Niet de fysieke dood werpt een licht op wat mystici in de mystieke dood ervaren. Zij maken echt mee wat doodgaan is. De dood veroorzaakt door de omgang met het absolute. Dit is het eigenlijke sterven. Geen bijna doodervaring, maar een doodervaring. Horen en zien vergaan. Een oneindige woestijn. Bloeiend als een roos. Kees, mag ik je vragen over de titel? Ja, toen ik je hoorde lezen, toen gingen al die gesprekken, die 13 gesprekken weer door me heen, en ook dat laatste gesprek over de dood, dat voelde ik met ze net niet wetende dat ze de dood zo dicht in de schoenen zou dragen. Dus als ik dit hoor, dan gaan deze gesprekken weer door me heen. En ja, eigenlijk al die hoofdstukken heeft zij door te luisteren ontlokt aan mijn ziel. En als ik ze zo hoor lezen, dan denk ik, ja, God, zeg je soms, hè? Maar ja, het staat geschreven, het wordt een boek. En als ik die 13 gesprekken, lange gesprekken, van Jeannette, denk ik, geduldige gesprekken, als ik de tekst zo overzie, waarin ze zich eigenlijk niet mengde in de gedachtegang, maar eerder door te kijken en te luisteren, het ontlokte, waarvoor ik er bijzonder dankbaar ben. Ja, als het dan af is en dan een titel, de lokroep van het onuitsprekelijke. Daarin hoort u lokken. En lokken zou je met het thema dat ik vanavond wil spelen, namelijk het van het verlangen, zou je het lokken kunnen noemen, het wekken en ook gaande houden van het verlangen. Lokken is ook verlokt worden. Maar bovenal, in mystieke zin, weggelokt worden uit een huis dat je zelf hebt gebouwd, waarvan je de ramen hebt geblindeerd, de muren hebt beplakt met een behang dat veel lijkt op een journaal en de deur gebarricadeerd zodat niemand erin komt. Dat is een beetje een donkere beeld. Maar de neiging om te sluiten in jezelf en daar de anderen voor in te huren, die worden door de lokroep, als het ware, word je uit de tent gelokt. In die zin lokken. Dus de lokroep van het onsprekelijke lokt je verlangen op weg uit het zelf geconstrueerde leven, de taal, de voorstellingswereld, de herinneringen, de verwachtingen. En brengt je in een vrije val. En dat is het lokken. Straks zullen we dat tegenkomen in de eerste nacht van Jan van de Kruis. Weggelokt worden uit het geconstrueerde leven. Dat heb ik ook in die gesprekken gevoeld. En dat heb ik ook aan meegegeven als inderdaad in een dans. Het onuitsprekelijke, dat staat voor niet alleen voor wat je niet meer kunt zeggen, omdat het gewoon weggelokt is,
Je bent uit je tent gelokt en daardoor is geen taal bij machten te zeggen wat je ervaart, maar het is meer dan wat je niet kunt zeggen. En dat meer, dat wordt ervaren, maar zet als het ware het spreken nog eens onder druk van het niet kunnen zeggen en het toch niet kunnen laten. Anders was het nooit een boek geworden. Ja, Rokers, dat was een beetje mijn commentaar bij de drie wettengeven eigenlijk. Of ja, drie kernen, de lokroep van het onuitsprekelijk. En zo zal het dan op de kaft verschijnen en dan zien we wel hoe het verder gaat. De donkere nacht van Jan van der Kruij. In een donkere nacht, hunkerend, ontvlamd in liefde. O fortuinlijk geluk, ging ik ongemerkt naar buiten. Reeds lag mijn huis in rust. In het donker en veilig, langs de geheime landen vermomd. O fortuinlijk geluk, in het donker en verholen, reeds lag mijn huis in rust. In die fortuinlijke nacht, in het geheim dat niemand mij zag, nog ik had oog voor iets. Met geen ander licht, geen andere gids dan wat er gloeide in het hart. Dat gidste mij, zekerder dan het middaglicht, naar waar hij mij wachtte, die ik goed me wist, op een plek waar niemand kwam. O nacht, jij die gidste, o nacht, lieflijker dan het gloren. O nacht, jij hebt verbonden, geliefde met geliefde, geliefde in de geliefde omgevormd. Aan mijn borst in bloei, geheel voor hem alleen bewaard, daar bleef hij ingeslapen. En ik streelde hem en de waaier van ceders gaf wind. De wind van de tulle. Toen ik door zijn haren streek, trof met haar hand sereen mijn hals en vervoerde al mijn zinnen. Ik bleef zelf vergeten, vlijend het gelaat over de geliefde. Alles week en ik liet mij latend mijn schroom tussen de lelie vergeten.
thema van vanavond, verlangen. In die zin, ja, misschien wel een mystiek verlangen naar vrijheid, althans. Dat is wellicht wat de reggae omhelst. Ik wil jullie ook graag voorstellen aan een lokale roots reggae band. Met een Surinaamse kern. En de vaste leden maken al muziek sinds 2002, dus al 13 jaar inmiddels. En ja, bij deze wil ik aan jullie voorstellen. Mag ik van jullie een hartelijk applaus voor Supernatural Selection. Ja, goede geburen hoef ik ook al eigenlijk niet voor te stellen. Het is een van de bekendste Nederlandse critici, recensenten, literatuurwetenschap in Leiden, ook in Nijmegen en in Tilburg. En dan veel bezig met de studie over mystiek en poëzie in de Nederlandse letterkunde. Ja. Ik geef jou het woord. Het is vanavond een avond van uitersten. Want we gaan van de ene soort muziek naar de andere. Hans Faveri was, denk ik, op zijn manier een hele muzikale dichter. En we zullen dat straks ook nog wel zien, want ik heb een filmpje meegenomen waarop hij iets voorleest. Hoe doet een schildpad? En waarom doet een schildpad het zo? Om geen haast te zijn en geen ego achterspecht. Door niet te dromen van sprekhanen die optrekken tegen trooien. Als haast heeft een schildpad niets te verliezen dan een vorm van snelheid. Van een schip dat zo moet lachen, dat zelfs een pijl inhaalt, na afvorens, doelloos te zijn neergestort. Dus komt uit de reus, de schip. Het gaat om dit gedicht. En u ziet onmiddellijk dat er nogal wat witregels in staan. Bij de eerste voorlezing werden die witregels volkomen genegeerd. En Hans Faveri zelf, die een meester was in het voorlezen van zijn eigen poëzie, die ook heel goed wist dat stiltes altijd bijdragen aan muziek, want muziek is niets anders dan spanning tussen geluid en stilte. En stilte is ook werkzaam in de muziek, dat wist hij als geen ander. Misschien dat die stilte is door hem, hij is ook gehoord en dat is door hem heel betekenisvol worden weergegeven, gerepresenteerd, ten gehore worden gebracht. Hij kon het heel erg goed. En waarom doet een schildpad het zo? Ja, wat doet hij dan? En
om geen haas te zijn en geen ego, lacht de specht. Het is de vraag of de specht lacht om wat er gezegd wordt, of dat de specht het zelf lachend zegt, dat is heel goed mogelijk. Dan zijn er regels die gewacht maken van springhaan die optrekken tegen Troje, hè, daarmee zijn we in de Griekse oudheid beland. En die Griekse oudheid die komt ook nog eens een keer om de hoek kijken in de voorlaatste strofe van vijf regels, waar staat: als haas heeft de schildpad niets te verliezen dan een vorm van snelheid. Maar een schildpad zo omlachen dat zelfs zijn pijl erin haalt. Sommigen van u zullen het onmiddellijk hebben herkend. En dat is die bekende paradox van de Griekse pre-Socratische filosoof Zeno, die altijd probeerde na te denken hardop over wat beweging is, wat voortgang van tijd is, en die daar niet uitkwam. Beweging en voortgaande tijd, die kunnen we wel ervaren, want we zien iets bewegen en we weten dat de tijd verstrijkt en dat alles verandert en dat wij ouder worden. Maar je kunt dat niet beredeneren. En om die merkwaardige spanning tussen het wel kunnen ervaren en het niet kunnen beredeneren weer te geven, heeft Zeno een aantal paradoxen geformuleerd, waarvan er één is: de vliegende pijl staat stil. En we kunnen de beweging van een pijl alleen maar denken door die route die de pijl maakt, om die te verdelen in een oneindig aantal kleine stukjes waarop de pijl steeds op zijn route ergens stilstaat, anders kunnen we het eigenlijk niet snappen. Een ander paradox die Zeno heeft geformuleerd is: de snelvoetige Achilles kan de schildpad nooit inhalen. Als de schildpad eerder begint en Achilles gunt hem een zekere voorsprong, dan moet Achilles steeds een stuk overbruggen wat je als het ware steeds in tweeën moet delen totdat je ergens komt. En zo. Oneindig, kan oneindig worden opgedeeld. Het gedicht De Schildpad ontleent natuurlijk daaraan, aan die paradox van Zeno, zijn titel. En ja, Fabri speelt daarmee en geeft daarmee ook blijk van eenzelfde fascinatie voor beweging versus stilstand en het ondenkbare van de beweging. En ook misschien wel het onaanvaardbare van het verstrijken van de tijd en het onbegrijpelijke van de dood die daarop volgt. En dat zijn allemaal problemen, allemaal kwesties waar hij zich zeer indringend mee heeft tegen verhouden in zijn poëzie. Het is niet alleen muziek, het is ook een vorm van denken. Dankjewel, ik vond het een prachtige avond. Het is echt genoeg om hier te mogen zijn.
comment zojuist heel vinden in wat de zanger van de Derwisje zei over instrument doorgaan geven van iets. Ook als kunstenaar heb je het gevoel dat je er niet meer zelf bij betrokken bent. Dat je doorgeeft het licht of doorgeeft wat er gezegd wordt van elders. En ik zet er mijn naam onder of boven en ik ben wel verantwoordelijk voor elk woord dat ik publiceer. Maar af en toe denk ik, heb ik dat geschreven? Nee, ik heb het alleen voor iemand opgeschreven. Maar midden in dat gevoel kan het soms ineens iets heel persoonlijks treffen. En toen ik zojuist het filmpje van Favri zag, had ik even echt een enorm moment van verdriet. Ik heb hem persoonlijk gekend en hij overleed op mijn 40ste verjaardag, 8 juli 1990. En daarom dacht ik, ik lees ook nog een gedicht voor wat ik onlangs geschreven heb bij het overlijden van een goed vriend, als een soort eerbetoon. Je stond als een boom in het licht. Geluidloos zweefde een kiekendief boven mijn schaduw. Een wit zeil ontplooide zich in de luwte, de steven draaide weg. Iets als een windgolf stond op uit het hooiland, tilde al het moois hoger nog, warmend, feestelijk. De schuw voor begroeting, vos, sloop op zijn buik door ruw gras. Een plank lag er, met spijkers, droog en voos hout. Het rook er naar honing en hoog zomer, maar de bijen waren verdwenen. Hoe het kierde, de schuurdeur. De vuursalamander ontsnapte. Je naam, mijn mond kent geen ander. Ik weet wanneer je vader heet. Een zoon bloed. Een lichaam kruiselings ligt uitgespreid. Zomer. Dat is een sonnet. Ik ben een van die mensen die echt sonnetten schrijft. En het schijnt dat mijn collega Ilja Pfeiffer onlangs gezegd heeft dat hij de eerste is in het Nederlands taalgebied die ons al net een kans gemaakt is. Dat is hier zeker niet waar. Er zijn heel veel collega's, ook uit de 19e eeuw, misschien nog wel eerder, die dat hebben gedaan. Maar ik heb er ook een gemaakt en vanochtend vroeg een Pebblebos van Zoom of hij mijn dubbele sonnettenkans online mocht zetten, wat hij gedaan heeft. Die is namelijk beide Engelstalig en Nederlandstalig, waarbij het een niet de vertaling is van het andere. Ik weet niet of ik nu vanzelf plagiaat beschuldigd kan worden, maar ik wil u er één van voorlezen, ook al omdat die Derwisje mij daar zo aan deed denken. Dit is een uit de reeks van het Nederlands. Dus de reeks heet My Love, You Have the World Cupped in Your Hand, of de sonnetten voor een verloren geliefde. Gods end de open werelden in je hand bewegen, zeker en om eigen as, jij laat ze tollen. En mijn verlangen kent mij en richt mij, richt zichzelf naar de liefde, want wolken houden het water vast. En het land opent zich en ontvangt. Mijn wereld, je zei me dat beweging een leerproces is. Bij alles blijft het evenwicht ritmisch in stand. Maar mijn denken is rusteloos. De luwte van een leeg hart is de waarheid niet. Ik til je naar mij toe met mijn vingers, van binnen ontvlamt lust. God en dit licht aarzelt nog in de stilte van het centrum waar jij bent. Wil de dans beginnen, strelen de schaduw. En dan een speciaal verzoek van Jaap en Erik. Tot nog nu is dat hij gesprek mag. Uit de reeks die heet Plotinus Mobiel. Plotinus is een oude neoplatonistische. Wijst hier, natuurlijk had hij niet een mobieltje, maar in mijn 5 gedichten heeft hij wel degelijk een mobieltje, wat ik dan ook gebruikte, want er dan voor alles moet gebeuren. Tenminste, 2 van de 4e en de 5e. Waanzin, wat een zomer. Wat een licht, wat een blinkende dubbelloopse dageraad. Rozenrood vingeren, gepatst in rood met die zon en bloeien maar. Er rolt een domoor om het huis met losse e-mails en een praatgrage buurman op een parkeerplekje. Ik heb de ingang vergrendeld met sprinkeling, de ramen met water, het zicht met regenboog, de adem met gebed. Bloei maar buiten. Plotinus is zijn schotwond vergeten en rent de hele weg terug naar de trein. Ik zoek het lichaam bijeen dat hij nodig heeft en de adviezen die hij zoekt. Alles is gratis. Ook het slagveld, de ronde munitie, het wapen.
gelezen een van de allereerste gedichten die ik heb geschreven en die alsnog werd opgenomen in bundel De Wet van de Behoud van de Energie in 2007, maar dit gedicht is zeker al 1995, misschien nog wel ouder, 1994. Het heet Annunciatie. Van de engel resten vier nog tussen de donskussens, vochtig van dauw uit de paradijzen. Maria strijkt over een bladzij, haar vinger tempert het ritselen van perkament, abortief. Geloof is een onontkoombaar denken waaraan de werkelijkheid ontijdig in zout en zweet moet zijn ontvroren. Maar dat is pas weer later. Nu ademt nog een lelie zwaar na onder het goud van Vegeson. Mooier kan het niet meer worden, vind ik, dan met het gedicht, dat zo prachtig aansluit bij wat er is gezegd vanavond en ook is vertoond en ten gehoor gebracht. Ik dank je hartelijk voor het gesprek en ook vooral voor je voorlees. Dank je. Succes. Gaan we nu naar de finale van de nacht. Opnieuw met Supernatural Selection. Thank you.
Thank you.